Welkom, dit is het COVID-19 journaal. Ouder worden overkomt ons allemaal. Elke minuut, elke dag weer, op de een of andere manier. Als u dit ziet, staat de COVID-19 teller in ons land boven de 60 overledenen. Het merendeel van de slachtoffers is ook boven de 60 jaar. Maar er zijn ook slachtoffers die veel jonger waren. Het coronavirus maakt geen onderscheid naar leeftijd, ras of wat dan ook. Alleen, ouderen zijn wat kwetsbaarder voor een besmetting. Dus dienen wij met z'n allen onze ouderen extra te beschermen. Waarschuw je kinderen. Ook iedereen, hoor, alle Surinamers, ook op de wereld. Iedereen moet letten op je gezondheid en op je kinderen, op je medemens. Vooral mijn dochter alleen is met haar kinderen. Dan moet ze veel letten. Kinderen blijven thuis nog, niet op school, niet op werk. Zij blijven ook thuis. Ik ben zo voorzichtig met alles. Ik praat tegen een ieder. Wees voorzichtig, want het is een gevaarlijk, het is een wereldse ziekte. Het is gevaarlijk. Dat is God werk, denk ik. Ik zeg en ik denk. We moeten veel bidden en veel bidden. God gaat zeker ons helpen. Wijze raad is duur, dus neem het advies, de waarschuwing en de boodschap van deze senioren ter harte. In de bejaardentehuizen wordt deze dagen extra goed gelet op onze ouderen. Alle beperkingen die voor ons gelden, gelden eigenlijk dubbel voor hun. Beperkt bezoek, maar ook beperkt uitgaan, zoals kinderen bezoeken, boodschappen halen of naar de dokter gaan. Alles is ook anders geworden voor de 65 bewoners van het Fatima-oord. Ja, het is heel erg uitdagend. Weet u, we zitten met 65 bewoners en in het begin moesten ze allemaal even uitleggen wat het allemaal inhoudt, wat ze wel mogen en wat ze niet mogen en niet bij iedereen. Ik kwam er direct over, waardoor we echt sommige mensen langer moesten uitleggen. En het zijn oudere mensen. De mensen willen graag doen wat zij willen. Ze willen vaak eruit gaan, maar nu kan het niet. Ze moeten nu hier binnen blijven in het tehuis. En dat is toch wel een beetje moeilijk. We moeten ze bezighouden, we doen het ook. Maar bij die COVID moet je steeds op afstand met de mensen bezig zijn. En iedereen met een mondkapje, je ziet niet wie voor je is. Dus het is vaak moeilijk om het inderdaad de mensen duidelijk te maken. Velen begrijpen het wel, hoor. En dan zeggen ze ook van ja, we weten het. En toch komen ze weer erop terug. Want je moet ze dan toch weer uitleggen van waarom het weer mag en waarom het niet mag. Soms moet je uitzondering maken, want kijk, de bewoners die zijn hier. Ze hebben behoefte aan om naar de arts te gaan. En daarvoor moet je ze sturen. Je moet ze dan toch wel uitleggen van het is echt daar gaan en direct terugkomen. Ze hebben hun boodschapjes en ook de familie. De familie mag nu minder op bezoek. Het is nu één keer per dag dat er één persoon op bezoek mag komen. En het is echt tot 3 uur 's middags. Dus vaak moet je toch blijven uitleggen waar het om gaat. En dat we zijn er hier om elkaar te beschermen. En we moeten allemaal eraan bijdragen. Behalve dat we met de bewoners zitten, ook met het personeel, ook steeds met hun praten, dat ze weten hoe ze met zichzelf omgaan en het toch wel proberen veilig te houden. En gelukkig is het toch wel gelukt tot op dit moment dat niemand ziek geworden is en we proberen het ook zo te houden. Geweldig en toch ook weer een zucht. Want de senioren moeten ook met dezelfde coronaregels leren leven. Mondkapjes en wel 1000 keer je handen wassen en afstand houden. We wennen zo zoetjes aan het nieuwe normaal. Geen keus, maar een opdracht aan ons allen om onszelf, inclusief onze kinderen, kleinkinderen, ouders en grootouders te beschermen tegen het coronavirus. Wel, ik heb een boodschap dat ik het in mezelf ook, moet ik mezelf ook waarschuwen. Dat niet met mij ook moet gebeuren. Want het is een gevaarlijke ziekte, begrijp je, COVID-ziekte. Kijk, we proberen zoveel mogelijk met de mensen bij elkaar te zijn. We proberen ook samen te eten, dat ze samen eten. In de grote zaal brengen we ze naartoe.
We hebben vaak dat we muziek afdraaien. En ja, vanmorgen was ik nog met, we hadden Golden Oldies. En dan was ik nog bezig te dansen. En die behoefte is er. Ze willen iets doen. We zitten ook met verhaalboekjes. Ze vertellen ze ook verhalen. We hebben laatst ook van mevrouw Hu. Misschien ken ik het ook. Ze hadden we boekjes gehad over corona. En die hebben we echt met de mensen doorgenomen. Dus we zijn bezig met ze. We zingen vaak met ze. We vertellen een heleboel over COVID ook steeds. Maar ja, kijk, de mensen willen leuke dingen horen. Dus veel kunnen we niet doen met ze. Maar het weinige wat we kunnen doen, proberen we toch zo goed mogelijk te doen. Kijk, hier doen ze alle moeite. Ze zetten je in quarantaine. Maar als je niet gehoorzaam bent, dan ga je echt lijden eronder. Kijk, hoe wij het volk, de kinderen konden niet naar school. Je kan geen boodschappen halen, want het was pas voor ons. Nu, gelukkig dat men na 5 uur nog aan het werk kan gaan en boodschappen halen, ben je weer thuis. Maar als je die dingen doet wat ze vragen, het is niet veel, maar je moet niet ongehoorzaam zijn. Je handen wassen en dat allemaal. Hygiëne is belangrijk. Als advies wil ik echt meegeven dat ze ook letten op ze. Want weet wat ook gebeurt? De mensen worden eenzaam. Hè? Want ze zitten thuis, ze hebben verder niks te doen. En vaak hebben de kinderen hun eigen bezigheden. Maar ik wil ze adviseren, hou de mensen bezig. Let erop, hou afstand. Probeer zoveel mogelijk de mensen ook te betrekken bij alles wat er gebeurt. Geef ze goede voeding, want dat is belangrijk. Goede voeding, ze moeten veel drinken. Toch? Veel fruit, het is wel iets duurder, maar probeer toch veel fruit te eten. Dat vind ik wel belangrijk. Let op ze, drinken vooral is belangrijk. En ja, voor de rest is het afstand houden ook. Want kijk, hier zie ik het ook. Er zijn vaak mensen die verlangen naar hun kleinkinderen. Toch? De kinderen die komen hier bij de poort, maar ze willen graag knuffelen. En dat kan niet meer. Toch? En dat ze thuis ook erop letten dat de mensen het ook, ook niet doen. Toch? Maar de kinderen mogen komen, maar laten ze afstand houden van de ouderen. En er komt een dag, dat zeg ik ze elke dag ook hoor, er komt een dag dat ze de hele dag mogen knuffelen. Maar nu moeten we toch even, voor dit moment, moeten we er echt even op letten dat het niet gebeurt. We hebben gezien hoe in de bejaardentehuizen de mindshift ten aanzien van de COVID-19-pandemie wordt bijgesteld naar het nieuwe normaal. Maar hoe zit het aan de andere kant van het spectrum? Het COVID-19-journaal nam een kijkje in de kinderopvang De Papegaaitjes. Kinderen beneden 4 jaar hoeven geen afstand te houden. Afstand wordt meer gehouden tussen personeel en kind, tenzij het nodig is bijvoorbeeld bij het verschonen handen wassen. Dus we gaan niet meer met de kinderen knuffelen of dichtbij zitten. We houden een gepaste afstand tenzij we ze moeten verzorgen. Ja. Ja. Tussen kinderen, het is onmogelijk, we weten het allemaal, het gaat nooit werken. We moeten gewoon realistisch blijven. En we hebben dit met ons mee, ik ben geen viroloog, maar bij kinderen gaat het COVID gebeuren wat anders. Dus dat hebben we toevallig met ons mee, maar het is niet realistisch als mensen stellen dat kinderen uit elkaar moeten blijven. Veel van de ouders werken minder, dus daar komen de kinderen ook wat minder naar de crash. Anderen werken om de ene week, maar sommigen houden ook gewoon hun kinderen thuis, omdat ze zelf ook thuis zitten. We hebben een heel grote groep ouders die hun baan kwijt is geraakt. En dat vinden we jammer, we begrijpen het. Daarom hebben we ook aan onze ouders gezegd, als u zo ver bent, dan horen we van u. En dan kijken we samen hoe we dit kunnen oplossen. En dat vinden ze fijn. Hoe ik omga met de situatie, ten eerste, wat wij nu tegenwoordig doen was niet anders dan wat we al deden. Dat betekent dat wij hygiënisch te werk gingen volgens protocollen. Alleen hebben we nu een besmettelijke ziekte tussen die, waar je extra voorzichtig mee moet omgaan. En dat vergt dat je personeel traint. En ze voorlichten geven hoe gevaarlijk het kan zijn, wat de gevolgen en de consequenties zijn. En ook de ouders inlicht wat we van hun verwachten. Maar gelukkig hebben we een protocol gehad van sociale zaken. En ook hebben we wat ervaring, wat Nederland heeft opgedaan, kunnen we ook meenemen in onze crash. En zo gaan we ermee om. Ja. Een van de belangrijkste dingen die we nu doen is het tempo en de handhygiëne heel strikt naleven volgens plan en volgens gepaste tijdstippen doen we dat.
Tot slot van deze 18e aflevering van het COVID-19-journaal herinner ik u eraan. Suriname is in partiële lockdown vanaf 8 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Vanaf woensdag, gisteren dus, zijn ook de bruggen gesloten tijdens de partiële lockdown. Het gaat om de bruggen over de Suriname-rivier, de Koppename-rivier, de Saramaka-rivier en ook die over het Saramaka-kanaal. Na 8 uur 's avonds mogen alleen de essentiële diensten gebruik maken van de bruggen en personen met een geldige dispensatiebrief. Houdt u er AUB rekening mee? Laten wij met z'n allen onze verantwoordelijkheid nemen. Wees gehoorzaam aan de COVID-19 maatregelen. Let goed op uzelf. Dendeidisi, je veri is esi. Yu abi wan kragi, fudri koso koso. Yu abi korsu. Yu bloshatu. Ma yu mus sabi dat wins yu na e firi siki, yu kan abi na COVID-19 virus. Avro kosa yu edu. Yu ekon in kontakti na furusma. We so fasi, you can kisi na COVID-19 virus moro esi na nga prating gitrawang. COVID-19 epanya esi na nga alasei akande. Du sa yu musdu fu kibriyus refi na nga trawang. Kofeti COVID-19 kibri uns refi na nga trawang. COVID-19 defutang. Dat me kibri ons revi na een trouwang.